Rondumme, wat is dat voor een programma, Joop? Rondumme, vandaag al uitzending 445. Een programma om de leug gemeudelijk in hun eigen taal aan te spreken. Allemaal gebeurtenissen en gesprekwiezen wie de leug zeker echt aan zal staan. Ja. Hoe is het programma eigenlijk ooit ontstaan? Ja, dat is al heel lang geleden. Het is ooit ontstaan bij de voormalige ziekenomroep Studio XYZ. Daar ben ik toen met de klepschutten begonnen. En dat is toen overgenomen toen ik een aantal jaren gestopt ben. De Jote Linde, allemaal bekend. En ja, nou, 445 uitzendingen geleden ben ik er weer aan begonnen. En het is oude jongens krentenbrood. Hoe is Joop ooit bij de omroep terechtgekomen? Begin dan maar eens bij XYZ. Bij XYZ? Nou, laat maar zeggen, toen wou nog in de bolderjoren nou graaf van huis weg worden. En tegenwoordig ben ik wat gematigder. Nou, denk van, nou, ik hoef niet elke keer op me weg. Maar het was leuk. Dit was toen ziekenomroep. Het was mijn lust in mijn leven. Ja. En er is een dialectprogramma nu nog steeds. Ja, ja. Wie is Joop Derksen eigenlijk precies? Wat doe je in het dagelijks leven? Ja, je bent nu gepensioneerd. Voor anderhalf jaar geleden ben ik in de Futterkom. En ik geniet nu met volle teugen eigenlijk van de vrijheid. Ik kan me dagelijks druk maken voor de muziek. En natuurlijk, ik hol op maandagavond helemaal vrij voor mijn dialectprogramma Rondummen. Maar je ziet thuis, er zit meer dan 2000 cd's in de kasten. En er zit wel meer dan 20.000 nummers in mijn computer. Dus ik kan even. Hoe kom je altijd aan uw gasten, Joop? Dat nog even tot slot. Hoe ik aan mijn gasten kom, dat is gewoon denken. Kranten in de gaten holen. En ja, wat speelt er? De ene keer is het heel actueel. En de andere keer dan ben ik dingen van, oh ja. Af en toe gaan we met de boswachter op pad. Vanavond zitten we met Henk Kroosemelink, de Nestor van de dialectenproten. En volgende week houdt de oude voedselbank. Dus elke week weer anders. Wat wil je nog zeggen? Eén ding zeggen tot als laatste tot uw luisteraars. Jongens, wie gaat er met deur? En ik hoop dat je elke week opnieuw weer heel veel plezier kunt brengen bij Rondumme, uw eigen dialectprogramma van Slingeland FM. En wie meer dialect, dan moet je gewoon blijven zeuren. Slingeland FM, de stem van